Hij wordt 5 meter hoog. Dus dat is ongeveer zo hoog als de reling van het balkon. Buurtbewoners hebben zich uit protest verzameld aan een picknicktafel. En dat is een bekend gezicht, want in 2021 werd diezelfde picknicktafel ook al gebruikt om een punt te maken over precies hetzelfde. Maar dan een paar meter verder om de hoek in de Breugelstraat. Nou, we zijn actie aan het voeren omdat we geen transformatorhuis voor ons huis willen hebben. En toen heeft de gemeente besloten om niet verder te gaan. En nu hebben ze besloten om het hier voor de deur te bouwen. Zo een moet het worden, een ouderwetse peperbus. En er moeten de aankomende jaren nog veel meer elektriciteitshuisjes bijkomen in de stad. In 2030 moeten er in totaal bijna 1230 bijkomen. En in het uiterste geval worden er voor 2050 2600 bijgebouwd. En helaas kunnen we niet voorkomen dat soms mensen daar ook last van hebben. Daarom zoeken we heel zorgvuldig naar waar we die kunnen plaatsen. Liander en de gemeente kijken onder andere naar de hoofdgroenstructuur, veiligheid en naar technische eisen. En helaas betekent dat in een aantal gevallen ook dat elektriciteitshuisjes bij mensen in de buurt geplaatst worden. Dat snappen jullie toch als buurtbewoners ook wel? Nee, tuurlijk. Maar weet je, het gaat ook om argumenten en redenen. Dus we zeggen ook niet van nee, er mag geen huisje komen. Het gaat vooral om de plek. De buurt zegt dat de gemeente niet duidelijk maakt waarom de peperbus per se hier moet komen en waarom die zo hoog moet zijn. De gemeente heeft besloten en daarmee hebben we het mee te doen. En dat is het zogenaamde democratische proces, wat eigenlijk gewoon een schijnproces is. Kies nou voor een andere optie dan een peperbus. De buurt ziet liever dat er, net als verderop in de straat, een huisje komt zoals deze. Maar volgens de gemeente kan het huisje technisch niet overal geplaatst worden. En houden ze met het huidige plan het meeste rekening met de veiligheid. Ook staat het transformatorhuis volgens de gemeente op deze plek het minste in het zicht. De buurt heeft alleen nog wel een wapen achter de hand als de bouw echt gaat beginnen. Namelijk de picknicktafel. Die is al eerder succesvol geweest. En we hopen dat hij deze keer ook succesvol zal zijn.